Enes. Schiphol. Passagiers voor Turkish Airlines. En Tenet. Het is zomaar een greep uit de zogeheten staatsdeelnemingen. Dat zijn bedrijven waar de Nederlandse staat aandelen van in handen heeft. En waar de minister van Financiën optreedt als aandeelhouder. Hoe dat allemaal precies zit, dat leg ik je uit. De overheid heeft niet in willekeurige organisaties aandelen. Ook wil ze er niet alleen geld mee verdienen. Nee, zo'n staatsdeelneming moet van publiek en economisch belang zijn voor Nederland. Wat houdt dat in? Nou, weer even terug naar die eerste drie voorbeelden. Mensen krijgen bijvoorbeeld stroom via het elektriciteitsnet van Tenet, reizen met de treinen van de NS of vliegen vanaf Schiphol. Mensen zijn afhankelijk van deze bedrijven. Deze ondernemingen werken dus in en voor Nederland. Momenteel telt Nederland 18 staatsdeelnemingen. Alleen in bijzondere gevallen koopt de staat aandelen in een nieuwe onderneming. Dat gebeurde in het verleden, bijvoorbeeld bij Air France KLM, omdat de staat meer inspraak wilde hebben op deze onderneming, omdat die van strategisch belang is voor Nederland. Stel, je hebt als staat aandelen in handen van zo'n bedrijf. En dan? Dan beslist de minister van Financiën mee over belangrijke besluiten, zoals grote investeringen. En spoort hij die bedrijven aan het goede voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Overigens is de overheid niet van plan om al die staatsdeelnemingen te houden. Andere staatsdeelnemingen wil de overheid voor altijd houden, omdat ze simpelweg te belangrijk zijn voor Nederland. Een paar voorbeelden zijn GasUnie, NS en Havenbedrijf Rotterdam. Mind your step. Door aandeelhouder te zijn van deze bedrijven, zorgt de overheid ervoor dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan Nederland. Nu en in de toekomst.